gaan de bewoners niet meer dan 1 keer per week onder de douche. Het activiteitenaanbod is drastisch ingekrompen. 4 van de 6 toiletten zijn gesloten om op de schoonmaakkosten te bezuinigen. En nu moeten de bewoners ook nog eens 1 dag per week hun pyjama aanhouden. Er is geen personeel om ze uit bed te halen. Voorzitter, de minister en ik hebben niet ontkend dat het bezuinigd wordt. Dat doen wij wel. Ik werk nu al 30 jaar in het verpleeghuis en ik heb elk jaar, maar dan ook elk jaar in november te horen gekregen dat we gingen bezuinigen. Elk jaar, al 30 jaar lang. Nou, wat er bijvoorbeeld wel verbeterd is, dat zijn de gebouwen. Die zijn lichter geworden, die zijn toegankelijker geworden. Daar zijn veel meer eenpersoonskamers ingekomen. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat zeker verbeterd is. Maar er is heel veel, is er ook verslechterd in de afgelopen 10 jaar. Vanaf het moment dat de overheid heeft gezegd, jullie zijn gewone bedrijven. Jullie krijgen niet meer een gegarandeerd budget voor een heel jaar. Maar je moet elke dag per bewoner het geld maar binnen zien te krijgen, zeg maar. Vanaf dat moment zijn die bestuurders begonnen om geld in de reserves te zetten, om de tegenvallers op te vangen en om op een gegeven moment leningen te kunnen krijgen bij de banken. Voorheen waren die reserves niet noodzakelijk. Het geld dat overblijft voor de zorg neemt dus af. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd, alles moet efficiënter. Maar het salaris van de Raad van Bestuur stijgt. Hier heb ik een directeur van een verpleeghuis, 186.000 euro. Hier 2 directeuren die in 2003 samen 426.000 euro hadden. Van 178.000 euro. En dat was dan nog in 2003. Als je het dan hebt over marktwerking, over marktconforme salariering in de gesubsidieerde sector, dan heeft kennelijk de politiek het goed gevonden om deze salarissen te betalen. Dus je kan het zien als een soort taart. Hè? En daar wordt een stuk afgehaald wat helemaal niet gebruikt wordt, maar gewoon in reserves wordt geparkeerd. Dan wordt een deel van dat geld dat wordt besteed aan wat ik dan toeters en bellen noem. Hè? Dus die dikke salarissen, auto's, marketingafdelingen, dat soort dingen. En wat er dan overblijft uiteindelijk, dat komt op die verpleegafdelingen terecht. Elke euro die je op zo'n verpleegafdeling weghaalt of die je niet doorsluist, die heeft daar gewoon effect. Tot zover. Hoeft niet? Ja, kan ik gaan zitten. Ja, doe ik een schoen even uit. De hoofdinspecteur uit die tijd vindt dat er toch ook positieve zaken gebeurd zijn de afgelopen 10 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat in de tijd tussen 2003 en 2010 er heel veel aandacht is gekomen voor het voorkomen van doorlichtwonden, voor het voorkomen van vallen, voor het voorkomen dat mensen onnodig een incontinentiemateriaal aan moeten hebben, voor het voorkomen van vrijheidsbeperking, wat we een heel belangrijk punt vonden. Veel meer aandacht dus voor de kwaliteit van de zorg. Maar geen aandacht voor het personeel. Het probleem waar we toen mee zaten, daar zitten we nog steeds mee, maar het vreet nu dieper in. En het probleem waar we mee zaten, dat is geen nieuws, de inspectie meldt het jaar na jaar na jaar, dat het opleidingsniveau van de verzorgenden eigenlijk niet goed genoeg is. Ik merk wel puur aan mezelf dat ik wel wat meer collega's zou willen hebben. Ja. Ik ben zelf gediplomeerd, maar ik werk ook met heel veel ongediplomeerde krachten. Waardoor ik merk dat ik een hoop op mijn schouders heb op een dag. Tegenwoordig is het zo dat je al in het verpleeghuis aan de slag kunt als je helemaal geen opleiding hebt. Het is ronduit belachelijk, maar het schijnt te kunnen. Daar is in die 10 jaar niks aan veranderd. Maar die verpleeghuispopulatie die is wel veranderd in die 10 jaar. En we krijgen hoe langer de zwaardere problematiek naar ons toegeschoven. Dus in de afdelingen dementie heb je meer gedragsproblemen. Mensen zijn veel verder heen in hun dementie, zijn moeilijker te begeleiden. En daarvoor hebben we geen enkele zeg maar, kwalitatieve verbeteringen in de verzorging. En het is voor mij als verpleeghuisarts altijd is het vervelend om dit te zeggen. Want ik zit te zeuren over de mensen met wie ik elke dag werk. En ik zit hier te zeggen hè, dat hun opleidingsniveau onvoldoende is. Dus je zegt dat niet graag. Het wordt mij ook nooit in dank afgenomen. Maar het feit is dat er op hun zeg maar, te bescheiden schouders een veel te zware last drukt. Hoeveel mensen zijn nou eigenlijk vereist op een afdeling met dementerende en van welk niveau? Nou ja, daar zijn geen normen voor. Dus dat is vrij schieten. Er zijn helemaal geen normen voor. Een norm